Welkom bij een nieuwe update van het project AR Videolab. Deze update is net iets anders dan de vorige. Ik ga niet de stand van zaken van het gehele project toelichten. Enkel even de nieuwste ontwikkeling, namelijk dat we aan het werk zijn, met een Oculus Rift. Wat is nu een Oculus Rift? Een Oculus Rift is een VR-bril met een breed stereoscopisch gezichtsveld. Even in normale mensentaal. Een Oculus Rift is een videobril waarin er twee schermpjes zitten. Hier goed te zien. Doordat er twee schermpjes in zitten, kun je diepte zien. Ja, dezelfde werking als dat je ogen hebt. Nu is de Oculus Rift niet zomaar een videobril, maar zitten er ook motion sensors in. Dat betekent dat de bril precies bijhoudt waar die staat. Het leuke daarvan is dat de software dus bijhoudt hoe je bril staat en als het ware het beeld met je meedraait. Waardoor je het effect krijgt alsof je in de virtuele wereld zelf rond kan kijken. Dus je zit echt in de virtuele wereld. Het is moeilijk om de belevenis van de bril in zo'n filmpje als dit weer te geven. Je kan op het scherm van de laptop zien wat eigenlijk die twee ogen zien en dat deze meedraaien met de bril, zodat het lijkt dus dat je zelf in die wereld staat en er om je heen kan kijken. Afgelopen dagen een aantal testjes gedaan met onze studenten. Nou, die studenten die zijn echt super enthousiast. Onze studenten maken sowieso 3D-tekeningen van bijvoorbeeld woningen. Nou, het leuke ervan is, door ze in te laden, ik denk dat we pakkenweg een kwartiertje bezig zijn geweest, kunnen ze dus met zo'n bril zelf door die woningen heen lopen. Natuurlijk een totaal andere dimensie geeft. Naast dat het in die vorm al heel veel voordelen heeft, voor onze opleiding specifiek, heeft zo'n ding natuurlijk veel meer toekomst. Wat denken we eraan dat er onderwijsvideo's zoals onze maker bekeken kunnen worden met zo'n bril. Zodat je er echt zelf in kan staan. Dat we zelf bepalen de omgeving waarin ze iets aan het leren zijn. Nog verder, stel je voor dat iedereen thuis gewoon zijn brilletje opzet. En daardoor ben ik gelijk in de klas zit met mij dat ik daar niet meer plaatsgebonden gewoon les kan geven zoals ik het nu ook doe. Dat ik niet meer gebonden ben aan de fysieke beperkingen van deze wereld en de virtuele wereld optimaal kan benutten.